11 jaar na het referendum in 2006 werden dinsdag de eerste echte plannen voor een replica van het Donjon bekend. Het moet een beleveniscentrum worden met een skybar, expositieruimtes en een bed and breakfast. Niet iedereen is enthousiast. Zo ziet architect Dick Poederooijen aardig wat beren op de weg. Het is, onmogelijk is er natuurlijk niks. Maar ja, op zijn zacht gezegd is het natuurlijk lastig om een toren te herbouwen van een kasteel wat er niet meer is. En dan heb je meteen probleem 1 te pakken. Want ik heb alleen maar een toren en de rest is er niet meer. Kijk, als je die toren herbouwen wil, stel, dan denk ik dat je dat zou moeten doen zo nauwkeurig mogelijk en precies zoals die geweest is. Ja, als je met de kennis van nu een bouwvolume gaat bouwen waar maar 3 vloeren in zitten en met muren van 2 meter dik, dan heb je natuurlijk een probleem. Want je moet dus heel veel gaan bouwen en je krijgt er heel weinig vierkante meters voor. Dus er zijn allerlei ontzettend lastige problemen aan. En die kun je natuurlijk verdoezelen. Ja, dan ga je natuurlijk gewoon richting Efteling. En dan, dan wordt het een bordkartonnen ding. En ik denk dat Nijmegen zich daarmee, wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht, hè, zegt het spreekwoord. Ik denk dat je dat niet moet willen. Volgens Poederooijen is er maar 1 goede oplossing. Dat je zegt, ik ga die toren zo nauwkeurig mogelijk herbouwen met de mogelijkheden van toen. Gewoon met de hand en met tufsteen en met alles wat er op en eraan. En gewoon als historisch experiment. Maar als ik zie welke mensen ermee bezig zijn op dit moment, dan zie ik dat, dan lijkt me dat, dat is onmogelijk.